Hallo allemaal en welkom bij Minecraft Creative, mijn tweede part. Wat we vandaag gaan doen is bouwen verder aan ons huisje. En wat ik in de tussentijd heb gedaan is dit een beetje aangepast, want ik wou net zo'n raampje, gelijk als die. Maar dat kon niet, want ik had ongelijk gebouwd. Dus ik heb deze eventjes eentje groter gemaakt. En dit dus ook even voor wat verplaatst. Maar verder heb ik hier niks veranderd. Ik heb hier nog schilderij opgehangen, maar dat boeit niet verder. Het is alleen maar wat gezelliger. En ik ben wat verder gegaan aan de trap, omdat het toch saai was om naar te kijken. En tja, niet gewoon, niet echt iets bijzonders was dat. En nu zit ik dus op deze verdieping. En ik weet niet hoe ik dit, want ik vind dit lelijk. Ik weet niet hoe ik het op ga lossen. Want als ik het zo doe. Even die selecteren. Nee. Ik had toch die geselecteerd? Kijk, als ik het zo doe, dan ziet het er hier wel goed uit. Maar dan ziet het er hier weer niet uit. Dus dan moet ik nog even een oplossing voor vinden. Ik weet het niet. Maar dat kan altijd nog. Kan ik altijd nog een oplossing voor vinden. Eerst gaan we hier denk ik maar gewoon eventjes een heel diep gat bouwen, graven. Alles weghalen. Zodat we een kamer kunnen maken. Denk ik. La la la, la la la. Ik ben echt bang dat er creepers in mijn huis komen. Dat ze alles kapot maken. Ik hoop het echt niet. Want het is nacht. Zo. Vloer. Dat gaat al heel soepel. Zo. Vloer. Even denken, wat ga ik doen? Ik ga denk ik hier. Kom op. Hier nog een muur maken. Zo. Dan is dat probleem namelijk opgelost. Dan heb ik gewoon een hoog, heel hoog plafond. Ja, heel hoog. Ik denk dat ik hier allerlei kamertjes ga maken. Of hier, ik weet het. Even kijken. Wat doet de berg? Dat kan ik niet open. Oh. Weet je wat ik ga doen? Hallo? Zo. Ik ga gewoon een bed neerzetten. Ja. Kom op, muis, werk mee. Zo. En dan ga ik slapen. Totdat het dag is. Dan zie ik tenminste wat. Zo. Nou, dan gaan we eens kijken. Wat zijn die witte dingen? Oh, dat zijn die vet enge. Dat is, ik weet niet wat het is, maar het is een soort eng ding. Soort eng ding. Het is fucking eng in ieder geval. Het is fucking snel ook en het is overal om me heen. Oh my god. Het komt ook gewoon steeds dichterbij. Bah. Nou, ik weet in ieder geval welke kant ik op ga bouwen. De berg in. En niet de berg uit. Dus we gaan die kant op bouwen. Zo.
Wat misschien ook wel leuk is om hier weer een trap omhoog te maken. En dan hier wel iets bovenop de berg te bouwen en dan helemaal van glas, zodat je een soort van uitzicht hebt. Maar dat ga ik niet nu doen. Dat ga ik dan denk ik de volgende part doen. Want eerst ga ik hier een soort slaapkamer maken. Ik maak echt een huis. Zo. Dan moet ik weer verder. Zo. Dieper hoeft denk ik niet. Dus dan hoeven we alleen deze nog weg te halen. Oh, nou kom ik er niet meer op ook. Zo. Ja, dat is wel diep genoeg. Dit ook weghalen. Andere kant op. Die scroller moet ik echt even wat op verzinnen, want ik moet het echt maken. Ik weet niet of het bij alles zo is, maar bij Minecraft in ieder geval wel. Zo. Zo. Oh. Gaat best snel zo. Tada. Alleen nog een plafond. En dan verder bouwen. Doe net alsof het net af is, of bijna af is. Maar dat is nog, natuurlijk nog lang niet af. Want ik ga echt vet veel bouwen. Even denken. Zo. Ja, dit is best een goed idee. Dit gaat wel lukken. Nog eentje. Niet daar. En dan. Perfect. Dan moet dit weg. Oh, dat is helemaal niet hier of wel. Is verder weg. Fakkels, want anders zie je weer niks. Zo. Hier. Een fakkel. Oké. Eigenlijk moeten we dit weer dichtmaken voordat het nacht wordt. Maar daar heb ik geen zin in. Ik zit te bedenken wat ik ga doen. Ik denk dat ik hier weer het hoekje om ga. En dan daar weer een muur maak. Heel veel weghalen. Ik wil trouwens ook weer de Sims gaan spelen. Want daar heb ik één part van online staan. En verder heb ik niks meer gedaan. Omdat het natuurlijk niet meer op mijn computer staat. En ik doe er echt alles aan om hem te kunnen downloaden. Maar het wil gewoon niet. Ik krijg het niet voor elkaar. En
Ik kan het ook niet kopen, want in mijn laptop zit geen soort, ja, hoe noem je dat? CD-drive of zo. Dus ik kan er geen CD's in stoppen. Dus om hem op CD te kopen in de winkel, of weet ik veel, of op Marktplaats of wat dan ook, dat heeft geen zin voor mij, want ik kan hem er toch niet in doen. En ik wil hem op Steam kopen, maar daar is hij nog duurder dan in de winkel. Dus dat vind ik ook een beetje, ja, zonde om aan te schaffen, omdat de Sims 4 ook volgend jaar uitkomt. Dus dan wacht ik liever totdat hij in de aanbieding is op Steam. En dan Sims 4 kopen voor de volledige prijs. Dan dat ik nu voor 50 euro bijna Sims aanschaf, Sims 3. En dan dat daarna Sims 4 uitkomt. Dat vind ik gewoon zonde. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik blijf natuurlijk proberen te downloaden. En als iemand tips heeft, zijn ze echt meer dan welkom. Praten gaat ook heel soepel. Want ik wil echt de Sims weer gaan spelen. En niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Want ik vind het echt een heel leuk spel. Dus dat. Zo. Ik zit te denken hoe groot ik die kamer ga maken en wat ik er allemaal in wil doen. Ik denk dat ik gewoon alleen een slaapkamer maak. Dus zo groot hoeft die niet eens. Maar toch doe ik het. Zo. Ik weet niet of het aan mijn beeldscherm ligt, maar Jezus, wat is het donker. Zo. Zo. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet als ik het zo heb. Kijken of dat groot genoeg is. Ik denk het namelijk wel. Makkelijk. Het is gewoon bijna net zo groot als de woonkamer dit. Dus dan ga ik hier. Zo, de muur bouwen. Zo. Kijken. Dat kan toch makkelijk. Daar past echt wel een bed in. Die ga ik ook gelijk gewoon neerzetten. Hier zo. En ik maak er gewoon een tweepersoonsbed van. Waarom niet? Gezellig. Daarnaast wil ik ook nog een kastje. Maar dat doe ik zo meteen. Nou ja, een kastje. Gewoon zo'n plaat wat dient als kastje. Ben vet geconcentreerd bezig met dit spel. Dat is toch niet normaal? Zo. Er vallen soms echt stiltes omdat ik zo gefocust ben. Het is echt dom. Want met dit hoef je gewoon niet gefocust te zijn. Maar goed. Dat doen we wel. Oh. Ik had geen blokje geselecteerd. Zo. Dat is pittig groot.
Het plafond. Zo. Oké. En dan ga ik zo meteen gewoon weer wat knusheid aanbrengen. Iets huiselijk, zodat het echt op een huisje lijkt. Weer even goed zitten. Ik kan nooit normaal zitten. Ik zit altijd op mijn knieën. Maar op een gegeven moment gaat dat ook pijn doen. Maar normaal zitten, dat doet echt. Dat doet gewoon pijn aan mijn knieën en aan mijn kont en aan mijn rug en. Ik kan gewoon niet normaal zitten. Dus dat. Zo. Nee, dat is stom. Oh, dat is weer niet gelijk. Het kan niet gelijk. Ik haat dat. Alles moet gelijk. Zo. Verkeerde knopje. Kom op, doe nou. En dan moet die gewoon weg. Die gaat dan daar. En dan die daar. En dan gaat deze. Oh. Dan gaat deze ook weg. Even kijken. En die gaan dan hier. Oh, hier zit nog geen blokje, dus dat komt de volgende keer wel. Kastje. Die. Oh, verkeerde. Bloemetjes. Zo. Schilderijen gaan we ophangen. Ik deed net wel leuk dat trappetje weg, maar die heb ik wel nodig. Ik druk echt vet vaak op het verkeerde knopje, maar het gewoon automatisme is. Die heb ik nog nodig. En dan kan die wel weg. Eens kijken. Laten we eerst schilderijen ophangen. Hier zo. Nou, die is gelijk goed. Die ook. Dat is dezelfde. Nou, die is goed. Even kijken, hier zo. Nee, hier ga ik geen schilderij ophangen. Ga ik niet doen. Dan ga ik hier. Nachtkastje. Soort van. Mooi. Bloemetje op het nachtkastje. Kan dat niet? Kan niet. Het kan echt niet. Dat vind ik stom. Ik kan gewoon geen bloemetje op het nachtkastje zetten. Zo. Tapijt. En een tafeltje. Schattig. Oh, wat schattig. Dan ga ik daar de bloemetjes neerzetten. Zo. Dat was hem, denk ik. Ziet dat er niet heel leuk uit? Wat een leuke slaapkamer. Nou, dit ga ik dan nog maar even dichtmaken. En dan ga ik het beëindigen. Dan ga ik de part eindigen. Want ik zit volgens mij toch al aardig lang weer te kletsen.
Oké. Zit een beetje vast. Oh, dat kan niet. Nou, zo kan ook. Zo. Hier is alles dicht. Nou, dat los ik de volgende keer wel weer op. Ik ga nu naar buiten waggelen. Hier wil ik nog wel fakkels ophangen, want dit ziet er zo dood uit. Kom op. Zo. Beetje verlichting. Onkruid ook weg voor mijn deur. Daar ga ik bloemetjes neerzetten. Zal ik nou eens gele bloemetjes pakken? Pak altijd de rode. Nou ga ik schelen pakken. Zo. Nou, dat is leuk. Stuk gezelliger. Dit was hem. Dit was part 2 van Minecraft Creative. Volgende part gaan we dus verder aan de bovenverdieping. Ik ga dat soort van glazen huis maken of weet ik veel. Ik weet niet wat ik van plan ben. We zien het dan wel. Laat je like achter. Laat een comment achter hoe je het vond. En tot de volgende video.